Het was in Amsterdam, 1989. Dit is Frank Stichter, de oprichter van Teledutch. Samen met zijn jongere broer Ramon. Seks per telefoon vindt in Nederland steeds meer aftrek. De band loopt. Ja, ja, ah, ja, ja, ja. Wij van Teledutch bieden een service aan die mannen helpt om iets te doen met die drift. Iedereen bij Teledutch verdiende bakken met geld. Ik ben niet zo van de grote woorden, maar hier werd dus echt historie geschreven. Zoek een kamer. Nou, je kan toch een baantje nemen? Seksbandjes inspreken. Ja. Moet je dit echt zo letterlijk voorlezen? Nee hoor, je mag improviseren. Maar je moet wel kreunen, hè? Dat is belangrijk. Ken je dat? Zo. Ja. Ik ken jou. Je hebt ons ingesproken. Zou je niet veel meer variëteit moeten aanbrengen in die lijnen? Sorry? Stewardessenlijn, verpleegsterslijn, SM-lijn. Kunnen we wel een extra schrijver gebruiken? Marley, onze eigen sekspert! Ze zijn continu in gebruik. We zijn rijk! Omzet is winst, BTW is vakantiegeld. Je moet eruit geven. Ja. Ik zou het niet verkloten, Frank. Alle lijnen liggen plat. Hoezo plat?